Dag Jan, je staat op de boek met beschouwingen in de modewereld. Ja, het schijnt zo, ja. Wat is dat? Wat is dat nu? Doe het voor love of doe het voor fame? Wat is het nu? Als je werkelijk over de inspiratie van die artiest moet hebben, hè, doet hij dat nu om bekend te worden? En die energie van de bekendheid, of is dat pure liefde? Ja. Dat hij die straling die hij heeft, genetisch of geleerd, wil geven aan de mensen. Dat is een groot verschil in mensen. Je had er beschouwingen op. Wat denk je nu dat de meeste mensen het doen? Ik denk dat de echte modellen hebben van nature een groot stuk, laten we zeggen 70% talent, om zich zo goed in hun vel te geven. Zo eerlijk zijn, zo zuiver te zijn dat je dat ziet. Die vibratie van die mensen is heel puur. Als ze dan nog wat kunstjes leren om dat naar buiten te brengen, dat zijn de echte modellen. Die leven zonder, die hoeven de glory eigenlijk niet. Die zijn al model voor een groot stuk van geboorte. Dan heb je natuurlijk een heleboel wannabes die dat willen kopiëren. En er zullen er een paar zijn die dat slagen, maar dat is niet duurzaam. Want die moeten buiten hun vel gaan leven. Hè? Buiten hun huid gaan leven. De echte mensen die artiest van nature zijn, die leven volledig in de vibraties zoals ze geschapen zijn. Hè? En voor hen is niks te veel. Hoe ben je daar eigenlijk opgekomen om samen te werken met Joseline voor dit boek? Ja, die heeft mij gewoon gebeld of een sms'je gestuurd. Ik heb dat gedaan. Hè. Ja. Ik heb een zwak voor mensen die artiest zijn. Ja. Want die worden in de maatschappij nogal weggeduwd. Het is een heel moeilijk beroep ervan te maken daar je geld mee te verdienen. En ik help die mensen altijd. Ja. Ja. Met de juiste spirit eigenlijk. Ja. Dat is mijn zwakheid. Ja. Ja. Heb je het boek al gelezen intussen? Stukken diagonaal. Ik ben de mens die heel weinig tijd heeft. Hè, ja, ja. Voor met die dingen bezig zijn. Maar ik denk toch dat het gegeven de mensen waar zij mee bezig zijn, een succes gaat zijn. Ja, is natuurlijk nog maar juist dat ook natuurlijk. Hè. Ja, ik voel dat wel. Ik voel dat wel. Je voelt aan de mensen hier. Ja, ja. Heel veel sensoren hebben we al van nature. Moeten we allemaal niet digitaal of technologisch gaan maken. Ja. We hebben heel veel dingen door miljoenen jaren evolutie die allemaal goed zijn, echt zijn en betrouwbaar zijn. Dat moeten we ook eens terug leren gebruiken. Zet je veel met spirituele bezig dan? Ook heel veel, ja. Met spiritualiteit en water, geheugen bij water. Wat wil dat juist zeggen, geheugen bij water? Geheugen bij water, als je nu rond je kijkt, alles waar geen water aan komt, dat leeft niet. Hè? Ja. Dus water, daar kun je een speciale vibratie op zetten. Er zijn Japanners geweest die daarmee bezig geweest zijn en hebben een heel leven lang daar eigenlijk wetenschappelijke studies aan gedaan. Als je water goed behandelt, gelijk de natuur het water behandelt, dan draagt dat water geheugen. Als je dat water tot je neemt, word je zoals de natuur is. Correct, eerlijk en open en goed uiteindelijk. Ik ga dat water zelfs op de markt brengen. Ja. Oké, okay, dat is goed. Ik heb dat nagemaakt met technologie. Ah, ja. Van eerst het gewoon leidingswater te zuiveren in 6 stappen. Dat wil dus zeggen koolstoffilters, dubbel osmose, UVC voor de bacteriën dood te schieten. Dan heb je nog het kleinste moleculeke water eigenlijk. Maar dan zit er één drup water, zitten miljoenen drupjes klein water. Dat ziet je niet. Hè. En dat water kun je dan door een soort Coriolis effect, gelijk de natuur dat doet, wordt dat water in een soort vibratie gebracht. En die vibratie doet eigenlijk de stofwisseling verbeteren. Hè? En communiceert met alle watercellen. Ook die vibratie zet zich gelijk een gitaarsnaar door op andere gitaarsnaren. En zo gaat je goed voelen. Eigenlijk, waarom eten wij zoveel? En zoveel suiker en al die dingen? Dat is omdat wij dorst hebben. Wij drinken het verkeerde water. En in de natuur zie je dan niet die fenomenen. Dus we moeten terug naar de basics en die gaan we met technologie namaken. Heb je eigenlijk nog, om terug even over die modellen, heb je eigenlijk een speciale link met de modellenwereld? Ja, ik ben eigenlijk door een heel groot model, ik ben eruit gekropen nooit. Ons mama was een heel groot model. En die heeft eigenlijk de woning thuis, die lag plaats van soesjes en whiskies, lag hier allemaal vol de Vogue. Want die heel dure Franse boeken. Mijn heel leven lang heb ik eigenlijk naar die modellen gekeken gehad. En ons ma die heeft 7 kinderen gehad en dat is altijd een model gebleven. Dus ik ben eigenlijk geboren in de baarmoeder van een model. Ja, eigenlijk zit je een beetje misvormd wat dat betreft. Ik kan dus niet anders zijn dan een stuk van dat model. Okay. Jan, ik wens jou en ik wens Joseline ook. Ik hou van mensen die initiatieven nemen en daar gaan achter staan met heel hun wezen. Mm-hmm. Dat is prachtig. Ja, oké, okay. Ja? Goed. Ja. Bedankt voor het interview. Ja.